leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer een boodschappenshoplog. We zijn net terug van Rewe Duitsland. En we zijn even naar de Lidl geweest, gewoon hier in Nederland. Bij de Rewe waren we 58 euro kwijt. En bij de Lidl 21 of 28 euro? Ik denk 28. En ik ga gewoon alles even door elkaar laten zien. En wat we deze week hebben gekocht. Het zijn geen standaard weekboodschappen. Dat is eigenlijk volgens mij bij ons nooit. Ik haal wat we nodig hebben. Op het moment hebben we nog heel veel groente en fruit liggen. En ik ga maandag, dat is overmorgen, ga ik weer naar de Lidl voor een aanbieding en zo. Dus dan neem ik weer nieuwe dingetjes mee. Dat. Het is een beetje de voorraad aanvullen. Laat ik het zo noemen. En ik ben nog steeds nog te verkouden. Maar goed, daar kan ik ook helaas niks aan doen. Laten we gaan beginnen met uitpakken, want dat is natuurlijk het leukste. En mochten jullie wat op de achtergrond horen, dat is Veetje, hè? Dat ben jij, hè? Ja. Ja, schatje. Voor in de vries hebben we piccolini's meegenomen, salami en kaas. Drie kazen. Een kruidenstokbrood voor vanavond. En een zak sour cream black pepper chips. Ik ga mega random verder met wat ik eruit pak. Deze yoghurtjes. En deze lijkt heel erg op die van Almhof, die ik vaker koop. Alleen die zijn inmiddels 1 euro nog wat bij de Albert Heijn. En deze waren bij Rewe 69 cent. En daar zit ook pistache yoghurt in en amaretti. Dus ja, daar nemen we 4 mee. Dan van deze zoute krakelingen om te snacken. Natuurlijk is er ook weer een vis met kaas meegegaan voor Roy. En mijn favoriete Milka Philadelphia voor crackertjes. Een American sandwich brood heb ik er 2 van, eentje voor in de vriezer. En een ding met chocoladebroodjes. Dan ging er nog een fles donkere rum mee voor Roy. Een fles ijsthee citroen. 2 blikken van onze favoriete Monster. Die is voor mij sterren. En Dr. Pepper blik energy drank voor Roy. Bij Rewe haal ik ook altijd deze limonata blikjes voor sterren. Normaal neem ik er iets meer mee, maar er stonden er nog maar 4. Dus alle 4 meegenomen natuurlijk. Leffe blond biertjes voor Roy voor vanavond en een flesje ginger ale. En als laatste bij Rewe deze hanesnitzels, 3 stuks, rijstepap met kaneel, kaneelbroodjes. Volgens mij verkoopt Ikea deze ook. Ik weet dat Sterre die lekker vindt en ze heeft aankomende week vakantie, dus dat neem die mee. En deze soft cake cookie voor bij de koffie van de week. Dan verder met wat ik bij de Lidl heb gekocht. Ik ging er eigenlijk heen omdat Rituals producten in de aanbieding daar zouden zijn van die dupes. Dus niet van Rituals zelf, maar van dit huismerk. Maar dat is blijkbaar niet van deze week, maar aankomende maandag. Dus daar ga ik weer even terug. Maar goed, wat heb ik gekocht? Een zak koffiepads. Rijstewafels met chocola. Als tussendoortje. Van de Amerikaanse weken lagen deze nog. Van die salted sticks met pindakaas. En die is echt super lekker. Die had ik de vorige keer ook gehaald met die Amerikaanse weken. En deze lag nou voor 50 cent. Dus die is meegegaan. Yoghurtsnoepjes neemt Roy mee naar zijn werk. En ik heb de dropjes van de week voor mijn keel. En Roy kwam aan met deze hele grote zak met kipnuggets. Die kunnen in de airfryer. Dus dat kunnen we ook een paar keer bij het avondeten doen. Of als s'avonds snack. 3 gembershotjes. Die vind ik heel erg lekker als bij het ontbijt, zeg maar. Een braadworst voor in de vriezer. Granaatappelpitjes. Stond maar 1 bakje, dus die neem ik maandag ook weer even mee. Een bak ijs met pistache. En een nieuwe wc-borstel, want die van ons was dit gedeelte stuk. En die hebben we al 2 keer gelijmd. Maar omdat ik in quarantaine zat en Sterre zat in quarantaine toen. En heel gedoe. We hebben steeds geen nieuwe gehaald. Ik zag hem nou bij de Lidl liggen. Ik denk, neem hem gelijk mee. 4 bakjes hondenvoer. En dat was het. Ja. Het is vooral weer veel voorraad. Want er gaat heel veel de vriezer in de voorraadkasten. En ik ga maandag natuurlijk even terug voor die Rituals dupes. En neem ik ook gelijk weer andere groenten en zo mee. Maar eerst even opeten wat er in huis is. En voordat ik weer nieuwe haal. Anders kan ik het wel gooien. Vind ik ook zonde. Maar goed, ik ga dit even opruimen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video.